Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. Meestal begin ik te vlog op maandag. Ik was gisteren begonnen. Alleen, ik had namelijk mijn toets. Mijn eerste echte online toets. En ja, het was best wel even... het ging niet zo goed. We moesten, laat maar zeggen, dingen leren uit twee boeken. En dan echt een klein stukje op de PowerPoint. En de hele toets ging over de PowerPoint. Wat ik heel slecht wist. Dus dat. Maar in ieder geval, als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Oké, ik ben net wakker. Dus mijn stem is echt nog een beetje... En ik heb gisteren echt heel hard lopen schreeuwen in de auto. Want we gingen even karaoke doen. En ik moet vandaag weer bijles geven. Dus ik heb me klaargemaakt. Deze top en deze broek heb ik aan. En ik ga nu naar mijn moeder toe rijden. En dan ga ik daar de bijles doen. Ik moet nog wel even ontbijten, mijn tanden poetsen en mijn schoenen aandoen. Dus dat ga ik nu doen en dan zien jullie mij zo. Eerste 2 uur bijna zitten we erop. Ik ga even mijn laptop pakken, ga ik even een broodje eten. Want het is alweer 12 uur geweest. En dan ja, vanmiddag weer lesgeven aan de kleuters. Heel veel zin in. En ik heb nog wat leuke pakketjes. Dus die moet ik ook nog laten zien. Ik heb er gisteren al één opengemaakt omdat ik niet kon wachten. Maar ik ga nu even een broodje doen in de oven. Het is inmiddels alweer middag en ik heb bijles gegeven. Ik zit nu in de auto. Ik ga weer terug naar mijn vaders huis. Mijn telefoon pakken. Het was wel leuk. Ik bedoel, het was heel erg leuk. En ja, ik wil dus heel graag een video opnemen over TikTok. Omdat het me dat gewoon echt super grappig lijkt. Alleen, ja... Ik weet het niet. Ik twijfel aan te veel dingen. En ik vind op een of andere manier dat ik het ook een soort van... Ja, in mijn positie niet kan. Natuurlijk ook omdat ik lesgeef op de basisschool en dat soort dingen. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden om als een soort grapje te doen. Het is heel warm. Veel te warm mijn kleding aan. Maar ik wist vanochtend echt niet wat ik aan moest doen. Ik ga nu naar huis. Ga ik die pakketjes unboxen. En dan ga ik vanavond misschien even skileren. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Oké, ik ben weer thuis. Ik moet zo meteen even mijn kamer weer in orde maken. Want ik heb er gisteren echt een troep van gemaakt. En ik heb super leuk pakketje gekregen. En kijk hoe schattig dit is ingepakt. Echt heel erg leuk. Van een sieradenmerkje op Instagram. En ik had echt iets heel leuks gezien. Kijk, ik heb het ontvangen van Jules bij Leek. Zo ziet het eruit. En je kan dus ook met mijn code Janette15 krijg je 15% korting. Dus dat is ook heel erg leuk aangezien alles heel goedkoop is. En dan zit het in zo'n leuk roze zakje. En ik vond deze echt heel erg leuk voor de zomer. Deze. Het is namelijk een enkelbandje en er zitten van die schelpjes aan. En van die zilveren bedeltjes met een sterretje. En ik hou gewoon heel erg van zilver. En ik vind dit gewoon heel erg leuk. Dus deze heb ik uitgekozen. Heel leuk. En er zit gewoon zo'n sluitingje bij. Dus ja, dan weet je ook zeker dat die gewoon past. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus deze. Er zitten ook nog oorbelletjes bij. En die zijn dus bijpassend bij het enkelbandje. Misschien kan je hem ook als armbandje dragen. Ik heb geen idee. Zo. En dat zijn namelijk deze met die witte kraaltjes. En dan zit er met die witte kraaltjes. En dan zit er hetzelfde bedeltje aan als. Laat maar zeggen, bij het. Zit hetzelfde bedeltje aan als hier zo. Echt heel erg leuk. Dus deze ga ik zeker in de zomer heel veel dragen. Dus als je het leuk vindt, kan je ook een kijkje nemen. Want er zijn ook nog heel veel andere dingen. En dan zou ik het ook heel erg leuk vinden als je mijn code even gebruikt. Dan had ik nog een pakketje van de Zara. En ik heb er echt 3 besteld. Dus het komt allemaal om de beurt. Niet 3 dezelfde items, maar 3 keer bij de Zara. Ik heb namelijk de body besteld die echt iedereen heeft. En hij is echt heel erg fijn. Ik heb hem gisteren ook aangehad. En hij is lekker dik. En je kan hem wel met of zonder BH dragen. Maakt op zich niet heel veel uit. Misschien ga ik hem nu ook wel even aandoen. In ieder geval, hier ben ik heel erg blij mee. De stof is ook heel chill. Ik ga nu even mijn kamer opruimen. En dan ja, ga ik even iets voor mezelf doen. Ik moet nog even kijken wat ik ga doen. Oké, ik heb gisteren en vandaag niet zoveel gefilmd. En de reden daarvoor is omdat ik er echt heel even doorheen zit. Ik weet niet waarom hoor. Dus dat is gewoon heel vervelend. Even mijn deur dicht. Goedemorgen, het is vandaag woensdag.
En ik heb gisteren helemaal niks meer gefilmd, omdat ik me gisteren niet echt heel goed voelde. Niet qua ziek of iets, maar ik voelde me gewoon niet oké. Ik zat even niet lekker in mijn vel. En vandaag gaat het wel iets beter. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen en mijn wimpers gedaan. Ik heb voor de rest geen make-up op en ik heb me omgekleed. Shirt en deze broek. Heel erg simpel. En ik ga dus nu even snel een smoothie maken, want ik ga zo meteen dus weg. Want ik moet zo meteen weer bijles geven. Mijn haar is ook echt vet. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Wat we nodig hebben is een banaan. Even kijken. Zien jullie mij goed? Oké, wat ik er altijd in doe is in ieder geval altijd een banaan. Dan doe ik er yoghurt bij en dan altijd fruit. We hebben hier fruit in. Alleen ik zie dus dit. Dat dit nog maar tot vandaag goed is. En het ziet er een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Maar super lekker uit om echt zo te eten. Dus ik denk dat ik dat er mijn smoothie in doe. Ja, dus ik ga dat even maken. Oké, het is iets te veel. Maar dit is het. Ik ga het even proeven. Ik heb geen idee. Deze heb ik nog nooit eerder gemaakt. Meestal doe ik ook maar gewoon wat bij elkaar. Oké, het is woensdagmiddag. En ik heb echt helemaal niks gedaan vandaag. Ik ga zo meteen misschien even een TikTok of zo maken. Geen idee. Nou, zoals je misschien merkt voel ik me een beetje anders dan andere dagen. Maar ik ga kijken of het morgen gewoon weer helemaal goed gaat. En dan heb ik liever dat ik gewoon morgen voor jullie goed ga filmen. Dan dat ik nu zo'n beetje zo half-half film. Dus ik hoop dat jullie dat ook niet erg vinden. Er komt vrijdag wel een leuke video online. En volgende week heb ik vakantie. Er komen er ook weer leuke video's online. Dus, blijft het staan? Nee. Eigenlijk niet. Dus ja, dat een beetje... Oh, mijn haar is ook zo vet. Ik ga er vanavond wel even anders van dat spul in doen. Van, hoe heet dat nou? Jeetje, ik ben de naam vergeten. Ik ga er vanavond even Olaplex in doen. En op tijd slapen, want ik heb vannacht echt super slecht geslapen. En een beetje droog shampoo in mijn haar, want ik kan het gewoon niet aanzien dat het zo vet is. Het is echt vies gewoon. Nou. Ik ga even me omkleden en even op het balkon zitten. En even op mijn telefoon of zo. Ik zit even in de auto. Ik zie er echt niet uit. Maar een vriendinnetje van mij werd vandaag geopereerd. Dus ik ga even een pakketje langsbrengen. Omdat ik dat wel echt heel erg leuk vond. En ik moest toch nog eventjes iets doen om me af te leiden. Even kijken. Dus ik heb een pakketje gemaakt met tijdschriften en allemaal dat soort dingen. Even kijken hoe ik kan laten zien. Ik moet even de foto eraf halen hoor. Er zitten ook nog foto's bij en andere dingen en een kaart. Maar het ziet er zo en dan zitten er allemaal lekkere dingetjes en zo in. Dus dat ga ik nu eventjes brengen. En dan heb ik ook even wat afleiding voor mezelf. Dus dat ga ik nu doen. Oké, ik heb dus dat pakketje heb ik al, dat is alweer een paar uur geleden. Heb ik voor de deur gezet, toen aangebeld. En ze was er echt heel erg blij mee, dus daar ben ik ook blij mee. Alleen ik moest daarna gewoon gelijk weer naar huis, omdat ik me ook niet echt helemaal oké voelde. Dus ja... In ieder geval, ik dacht ik ga nu even die Olaplex in mijn haar doen. Dus ik heb het nu gewassen. En dan ga ik straks nog wel nog een keer wassen. Maar ik ga dit nu laten intrekken. Het ziet er slecht uit zeg. Oh mijn god. Dus dan zien jullie mij morgen. Of is het leuk om te filmen als ik dit erin ga doen. Dat heb ik al een keer gedaan. Ik merk nu echt wel dat die verveling echt steeds erger wordt. Zo. En dan vanavond lekker op tijd gaan slapen. Is echt nodig. Oké, nee, ik ga het er even snel in doen. Alleen ik ga het niet helemaal filmen, want jullie hebben dat toch al gezien. Het is niet echt heel interessant. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En vandaag moet ik weer bijles geven. Het is nu ongeveer 9:30, dus ik ga zo meteen weg. Oh, ik heb dus geen foundation op.
dat ik daar even geen zin in had. Dus ik heb alleen mijn wimpers en mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb dit topje aan van Chiquelle en mijn nieuwe broek van Naked. Oh, ik moet even wat dingen van mijn camera verwijderen. Oké, ik krijg de laatste tijd best wel vaak de vraag over mijn sieraden. Dus ik dacht, het is wel even leuk om dat te laten zien. Dus ik ga even mijn ringen omdoen. Dan ga ik het even pakken en dan ga ik het even aan jullie laten zien. Ik draag alleen maar zilveren sieraden. En dan daarna moet ik wel weg, want dan moet ik richting mijn moeder toe om bijles te geven. Oké, ik zit even op de grond. En ik heb best wel veel sieraden, dus ik kan niet alles laten zien. Maar ik dacht, ik laat gewoon even de leukste zien. Als ik sieraden om heb, heb ik in ieder geval altijd al mijn ringen om. Let alsjeblieft niet op mijn nagels. Maar ik zal ze even aanwijzen. Deze is van Buddha to Buddha. Deze is van Joy. Deze is ook van Joy. Deze ring is van Lot met een J. Deze twee zijn allebei van Joy. Deze is volgens mij gewoon ooit van de Bijenkorf geweest. Best wel simpel. En deze is ook van Buddha to Buddha. En deze zijn allebei in maat 16. Ik weet even niet meer de namen van de Buddha to Buddha ringen. Voor de rest, ik heb 3 gaatjes in mijn oor. En dan draag ik altijd 2 hangertjes. Deze heb ik van Lucy's in Leiden. Dat is een klein winkeltje. Maar volgens mij kan je het wel bij meerdere winkeltjes halen. En daar heb ik ze dus eigenlijk alle 3 van. En deze, heet dit een helix? Volgens mij wel. Die heb ik gewoon ooit bij, hoe heet dat ook alweer? Heet dat Lucardi? Ja, Lucardi heb ik die gekocht. Deze heb ik echt al 5 jaar of zo. En aan dit oor heb ik eigenlijk hetzelfde als hier. Nou, wat ik als ketting om heb, dat is altijd echt heel erg verschillend. Ik heb nu dit kettingtje en deze is gewoon van de Bijenkorf. En ja, ik ben hier heel erg blij mee. Deze heb ik ooit van mijn vader gekregen. Dan laat ik even zien wat voor een oorbellen ik nog meer heel leuk vind. Ik vind deze oorbellen heel leuk. Zo, en dan zonder iets erbij. Dus alleen deze in. En deze zijn gewoon van AliExpress. Hier krijg ik best wel veel de vraag over. Maar deze waren echt super goedkoop. En ze verkleuren dus ook helemaal niet. Ze hebben het ook in het goud. Oh, mijn armbandjes moet ik nog laten zien. Als ik armbandjes draag, draag ik altijd deze van Joy. En deze. En deze is van dat fossiel. Of hoe spreek je dat uit? Ik heb geen idee. Zo. En heel veel mensen vinden het op zo'n armband van Cartier lijken. Maar hij is gewoon van de Bijenkorf. Heb ik hem gekocht. En ik draag ook heel vaak dit armbandje erbij. En dit is zo'n klein Pandora armbandje voor kinderen. Maar die pas ik nog. En die had ik dus vroeger van mijn ouders gekregen. Dus die draag ik ook best wel vaak erbij. Alleen krijg ik hem nu zelf niet om. Deze oorbellen heb ik net nieuw. Die vind ik ook heel leuk. Die zijn ook allemaal van AliExpress. Eigenlijk best wel veel oorbellen zijn van AliExpress. Behalve die ik nu in heb. En dan heb je ook van deze oorbellen. En die heb ik ook in het zilver. En die heb ik ook in het zilver. Maar die draag ik eigenlijk niet meer zo heel veel. En mijn meest gedragen sieraden leg ik op dit schoteltje. Of hoe wil je dit noemen. Ik zal wel eerst afgaan wat daar allemaal op ligt. Dan heb ik verschillende joykettingen. Maar die draag ik niet meer heel veel. Ik heb deze. Met deze 2 hartjes. Die vind ik wel heel erg mooi. Zo. Dan deze, die heb ik ooit van mijn vriendinnen gekregen. En die past dus bij dat armbandje hierbij. Vind ik wel heel erg leuk. Die moet ik wel weer vaker gaan dragen. Dan heb ik er zo één. Deze is van Naked. Vind ik ook heel erg mooi. Dan heb ik deze. Deze vind ik ook heel erg leuk. Deze is van My Jewelry. Of hoe spreek je het ook uit? En dan deze. Dit is ook echt een favoriet van mij. Oké, 100 jaar later, maar hij is uit de knoop. Dat is namelijk dit kettingje. En hij heeft allemaal kleine hartjes. En dan heeft hij 1 lang sliertje er, laat maar zeggen, aan. Met ook een hartje. En deze is ook van dat My Jewelry. En deze vind ik echt heel erg leuk. Zeker als je zo'n topje aan hebt. Want dan valt dat hartje dus zo eronder. En dat vind ik heel erg leuk. Hier krijg ik best wel veel vraag naar. Maar die komt dus daar vandaan. Ja, om nu al mijn kleine oorbellen te laten zien, heeft ook niet heel veel zin. Maar ik heb hier nog 2 kleine oorbelletjes. Nog van Joy zijn deze. Voor de rest koop ik ook best wel veel oorbelletjes. Gewoon bij de Six en allemaal dat soort dingetjes. Dan draag ik in de zomer heel vaak van dit soort bandjes voor om mijn enkel of om mijn hand. Heb ik deze oorbellen nog. Die vind ik ook leuk, maar staan wel een beetje te. Daar had ik die gekocht ook bij de Bijenkorf. Maar wel niet een bepaald merk of zo. En voor de rest zitten hier nog allemaal ringen in. Voor in mijn oren. Maar die draag ik niet meer zo heel vaak. Voor de rest heb ik nog echt een hele handige tip. Je kan op AliExpress van die pillendoosjes bestellen. En daar heb ik dus de rest van mijn sieraden in zitten. Daar zit echt heel veel
armbandjes, kettingen en allemaal oorbellen en zo in. Maar dit zijn wel de meeste dingen die ik draag. Dus ik ga hier ook niet allemaal langs. Als jullie dat een keer willen, kan ik wel een aparte video erover maken. Oh, wat zie ik eruit. Ik doe dus echt de afgelopen dagen echt bijna geen make-up meer op. Maar dat merk je wel gelijk. Wat ik moet doen, ik moet morgen een verslag inleveren voor school. Dus dat ga ik nu doen. Ik voel me wel wat beter in ieder geval. Dus dat is fijn. Ik heb alleen echt geen besef van de dagen en allemaal dat soort dingen. Maar ik moet dit even afmaken. Dus ik heb alles even neergelegd. En dan gaan we dat nu eventjes doen. En vanavond gaan we volgens mij lekker Mackie eten. Dus daar heb ik heel veel zin in. Zo. Dus ik ga nu verder met mijn verslag. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb nog mijn slaapshirt aan, maar ik heb wel mijn make-up al gedaan. Want ik heb zo meteen namelijk een online toets. En ja, ik ben niet zenuwachtig of zo, maar ik moet deze toets wel halen. En even kijken. Ik moet even mijn bureau leeg gaan maken. En dan heb ik een online toets dus. En daarna wil ik dus misschien een video gaan opnemen. Of ik wil die morgen gaan opnemen. Dus ik moet eventjes kijken wat handig is. In ieder geval, mijn haar is echt heel zacht door die Olaplex. Het voelt ook echt heel dik aan. Alleen ik heb het gevoel dat het daarna gewoon weer, als ik het weer één keer was, dat het gewoon weer hetzelfde is. Ik moet me nog even omkleden. Mijn slaapshirt, er zit hier ook een tandpastavlek op. Dus ik ga even mijn bureau klaarmaken, want over 25 minuten begint dus de toets. Dus ik ga even mijn spullen en zo klaarleggen. Oké, ik ben bij mijn moeder thuis en ik heb net een stukje van een video opgenomen over TikTok. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En zometeen gaan mijn mentor bellen over, want na school, na de vakantie gaan de basisschool weer open. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En zij gaan mij zo meteen erover bellen. Ik ga nu eerst even nog een broodje eten. Oké, ik ben dus bij mijn moeder thuis bijles aan het geven. En hij is nu even een toets maken. Maar ik kreeg een hele leuke brief binnen. En ik denk dat ik al weet van wie dit is. Dus ik dacht, dat is wel leuk om even open te maken. Oeps. Ik heb namelijk een brief gekregen van Greets. En wat erin zit... Ik wist het. Heel leuk. Het is een kaart van mij en Eve. En ik had ook een kaart naar Eve gestuurd. Dus ik vind het echt heel erg leuk om een kaart terug te krijgen. Met een foto van ons van Mallorca. Ik heb mezelf hier niet heel leuk op staan. Maar maakt niet uit. In ieder geval. Oh ja, ach. Deze foto zit er ook nog in. En de tekst hou ik voor mezelf. Want dat vind ik een beetje cute. Heel lief. Dus ik vind dit echt heel erg leuk. Ik ga deze op mijn kamer zetten. En ik dacht, ik ben dus nu ook bezig met die TikTok video. Dat ik hier ook een TikTok video over ga maken. Ik ben benieuwd. Hoe heet het? Het is vandaag zaterdag. En ik ben met Eve. En ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Volgens mij heb ik gisteren niks meer gefilmd. Ik moest dus gisteren of voor 12 uur een verslag inleveren. Ik heb het om 11:50 ingeleverd. En het was echt heel slecht. Maar even, ik wil eigenlijk even voor die andere video filmen. Ik denk dat dat een beter idee is. Zie je dat? Ja? Oké, we hebben dus nu deze opgenomen, deze Most Likely. Oké, welk effect ik eroverheen doe is altijd die bling. Alleen ik weet niet of je die nu ziet. Maar dan heb je dit. Oh, maar je ziet hem alleen op dat Nike teken. Nee, maakt niet uit. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En dit is de laatste dag van de weekvlog. Volgens mij heb ik gisteren echt niet meer zoveel gefilmd. Ik was dus even met Eve. En we hebben ook niet zoveel gedaan natuurlijk. En voor de rest, ja, ik doe niet zoveel. Ik moet straks wel weer gewoon werken. Dat gaat wel bij mij gewoon door. Ik ben even mijn ring aan het aandoen. En ik ga zo meteen even TikToks maken voor de video die nog online komt. Maar ik twijfel dus een beetje of deze week vlog online komt. Maar ik denk ook weer, ja, ik heb wel mijn sieradenstash en dat soort dingen laten zien. En dat willen jullie wel graag zien. Dus ik moet eventjes kijken. Ik moet het ook nog editen. Terwijl het morgen online komt. Maar ja. Maakt niet uit. In ieder geval, ik heb me dus net even klaargemaakt. Ik ga zo even een broodje eten. En ik ga dus nu eventjes voor die andere video wat dingen opnemen. Dus dat ga ik even doen. Oké, ik heb de video opgenomen. En ik ga nu even wat eten beneden, want het is al 2:30.
En ik heb deze dag echt voor het eerst uitgeslapen. Omdat ik elke keer moest werken of bijles geven. Dus ja. Ik ga nu even wat eten. Maar wat gaan we eten vandaag? Oké, ik heb toch maar bedacht dat ik even een ei ga maken. Het is inmiddels alweer een uur later. Want ik heb echt geen trek vandaag. Maar ja, het doet toch. En dan moet ik werken tot 7. Dan ga ik daarna de vlog bewerken in de avond. En dan... Dan ga ik de vlog bewerken en dan online zetten. Oké, ik ben terug van werk. En ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan hoop ik jullie ook weer snel te zien bij een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. En doe zeker een duimpje omhoog. Doei doeg!